Ja, het was een succesvol jaar. We hebben veel goede wedstrijden gespeeld en play-offs gehaald. Dus dat was zeker een geslaagd jaar. Ja. Wat deed Mitchell van der Gaag zo goed om jou zo te laten renderen? Dus vertrouwen dat hij heeft in de spelers en zijn tactiek, dat past hem totaal bij mij. Dat is 4-3 en op de counter. Snel op de counter. En daar ligt jouw kwaliteit, want voor mij ben jij razendsnel, hè? Ja, inderdaad, dat is een kwaliteit. Want vorig seizoen wilde Excelsior jou toch ook al hebben? Ja, in de zomer dan is het niet gelukt. Het was heel op het einde in augustus en ja, Eindhoven niets geaccepteerd, geen aanbod. Is dat ook de reden dat het jaar daarop toen Van der Gaag vertrok en jij dus afgelopen seizoen eigenlijk liever bij Excelsior had gespeeld, maar bij Eindhoven hebt gespeeld, dat dat qua statistieken in ieder geval een minder jaar voor jou is geweest? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Ik stond lager op het veld dan de jaren voor met Mitchell. Ik stond eigenlijk meer middenveld. Ik moest meer verdedigend werk. En mijn aanvallend werk kon ik eigenlijk niet meer zoveel doen. Dus ik schoot niet zoveel op doel en zo. Dus ja, dat was wel kut. Ja, dat is duidelijk. Dus je bent eigenlijk heb je het jaar een beetje uitgezeten en toen alsnog naar Ja, Excelsior gekomen. maar ik heb wel bijgeleerd. Ik heb meer op middenveld leren spelen, leren opendraaien. Ja, andere dingen geleerd. Niet altijd diep gaan. Meer in de bal komen, meer dribbels doen in het middenveld. Dus ja, het was wel een leerrijk jaar. Maar hier bij Excelsior ben je gehaald volgens mij wel voor de rechtsbuiten of de linksbuitenpositie, toch? Ja, voor de rechtsbuitenpositie. Eredivisie voetballen, dat is denk ik ook wel een droom van je. Ja, ik ben blij dat ik weer terug op het hoogste niveau kan voetballen. Ja, want je hebt eerder in België echt op de hoogste niveaus gevoetbald, hè? Ja, ik heb 2 keer gespeeld bij Gent, hoogste niveau. En 7 wedstrijden bij Cercle Brugge. Dus ja, een beetje ervaring. En nu wil je het hier in Nederland weer gaan laten zien op het hoogste niveau. Ja, ik ben gebrand om het te tonen. Veel succes bij Excelsior. Dank u wel.